Welkom. Met een ludieke actie protesteerde de concertzaal Gebroeders de Nobel zaterdag tegen de al maandenlange sluiting van de cultuursector. Op het balkon van het gebouw speelde de band Cosmic Debris. Iedereen die wil kon vanaf de straat meekijken, luisteren en dansen. Met deze actie omzeilde de concertzaal de regels van de overheid. Nou, in principe mochten we wel repeteren bij ons. Repeteren is nog steeds, dat mag. Dus als je maar binnen het pand blijft, dan is dat oké. Toen kwam de band zelf met het idee van, joh, maar als dat dan mag, kunnen we dan niet bij jullie op het dak gaan spelen? Toen dachten wij, ja, dat is natuurlijk de beste manier om je te laten horen. Ja, wij protesteren omdat wij al heel erg lange tijd dicht zijn, terwijl wij denken dat wij op een veilige manier open kunnen. Dat hebben we bewezen in de coronaperiode, dat we dat op een veilige manier kunnen doen. Dat ten eerste. Ten tweede werken er heel veel mensen dus bij ons als ZZP'er. Als muzikant komen ze bij ons op de planken staan. Dat vinden we natuurlijk super tof. En we vinden het schrijnend dat dat nu al 2 jaar lang eigenlijk minimaal gebeurt. Ik kan eigenlijk nog ontelbare redenen opnoemen. Waarom mag je wel met z'n allen in een IKEA staan en niet met z'n allen genieten van culturele avonden? Vliegtuigen zitten vol, enzovoorts. Dus ik kan hier een heel betoog houden. Maar ik denk dat voor iedereen wel duidelijk is dat de situatie nu niet meer houdbaar is. En dat wij gewoon open moeten. Ook het publiek was enthousiast. Tientallen mensen kwamen op de repetitie af. Ja, ik sta er wel achter dat de cultuursector, net als de winkels, ook gewoon open mag. Ja, zeker. We houden ons allemaal netjes aan de voorwaarden, de maatregelen. En zo'n tent als de Nobel is belangrijk voor Leiden. En ook gewoon voor ons. Weet je, we willen ook gewoon lekker weer op stap en lekker weer hier naartoe. Ja, ik vind het gewoon niet meer kunnen dat met deze regels die we nu hebben, dat de cultuur zo hard naar de tering gaat. Dat, ja, vind ik gewoon nergens op slaan. Ja, waarom ik er sta? Ten eerste, inderdaad, ben ik het ook zeker niet eens met hoe alle maatregelen nu en vooral ook met de cultuur en de sector en zo. En daarnaast, ja, is het ook zeker iets leuks om even meedoen te kunnen maken in deze tijd. Dat zou ik ook. Primarily, we're here because it's cool. And because it sounds good. And because it's something to do. Yes, it sounds cool and it's something to do and we want it back. That's why we're here. Wethouder van cultuur Yvonne van Delft kwam ook langs om te kijken. Ook zij uitte haar support voor de protestactie. Ja, deze actie mag. Die is helemaal toestemming van de burgemeester. Dus vandaar dat ik ook een kijkje kom nemen. En ik ben het natuurlijk hartstikke eens met de vraag die de cultuursector stelt. Hè, mogen we alsjeblieft weer open? Want ook ik vind eigenlijk de cultuursector een noodzakelijke sector. Dus ik hoop heel erg dat dinsdag ze weer open mogen. Het OMT heeft zaterdag het advies gegeven aan het kabinet om de horeca en cultuursector tot 8 uur te openen. Tijdens de persconferentie aankomende dinsdag wordt bekend of dit advies ook wordt opgevolgd.